Yes jongens, ik loop hier in Amsterdam, want ik ga de Ferrari ophalen bij een veiling vandaan. Ik heb de auto al bijna 3 maanden niet gezien. En dit omdat hij meegegaan is in 2 ronde veilingen. En daarnaast nog, ja, waren nog losse biedingen. Daarom heeft het allemaal zo lang geduurd. Ik heb de auto ontzettend gemist. 3 maanden dus niet kunnen rijden in de auto. Geen content mee kunnen maken. En nu mag ik hem eindelijk ophalen, omdat hij gewoon niet is verkocht. Ja, ik ben benieuwd in wat voor staat hij is. Hoe hij erbij staat. Ik hoop dat hij gepoetst is. Afgetankt, nou ja, afgetankt niet natuurlijk. Maar ja, op zo'n veiling waar de foto's worden gemaakt, kan je wel vanuit gaan dat die schoon is. Zo'n veiling heeft allemaal pluspunten en minpunten. Daar gaan we zo meteen over hebben. Maar we gaan eerst beginnen met iets positiefs. We gaan de Ferrari weer zien. We gaan hem weer horen. We gaan hem weer rijden. Ik ben helemaal hyped, want dit is zo ontzettend leuk. We gaan naar binnen. Let's go. Nou jongens, ik ben binnen bij de veiling. Ja, ik zie hier allemaal oude auto's. Eigenlijk zijn het allemaal oudere auto's dan die van ons. Ik zie onze parel. Hij staat hier. Onze Ferrari 360 Spyder. Excuses voor de belichting. Het is een beetje donker hier. Ik hoop dat jullie hem een beetje kunnen zien. Maar we zullen hem zo meteen naar buiten rijden. Hij heeft aan een druppellader gezeten. Daarom ligt dat matje ook hier. Super nice. Dus dat betekent dat hij ook straks hopelijk start. 3 maanden dus niet gestart. En wat heb ik dit beestje gemist, jongens. We hebben natuurlijk de carcover erbij, boekjes, sleutels, alles zit erbij. Ah jongens, het ding glimt jongens, het is gewoon echt in showroom conditie. Laten we even een rondje lopen met wat hier allemaal staat. Er staan wel interessante auto's. Ja, meestal gewoon klassieke auto's. Een hele oude Golf 1 Cabrio uit 1990. Een SL, Mercedes, oldschool. Hele oude Porsches, mega klassiekers. Ik heb daar nog volgens mij nog een Testarossa gezien, wat super gaaf is. Dat is wel echt wel ook wel weer een droomauto hoor, zo'n oude Ferrari die daar staat. Even er naartoe lopen. Staat ook heel groot op Do Not Touch. Kijk eens, wat een wagen. Je ziet ook gewoon die luchtinlaat zo aan de zijkant. Zeg ik het goed? Is het een Testarossa? Even kijken wat er staat. Maar het is toch wel een plaatje hoor. Ferrari rood eigenlijk, hoe je eigenlijk een Ferrari ook wilt hebben. Het is een Testarossa inderdaad uit 1986. Wat een wagen jongens. Kijk eens. Oldschool, maar wel heel dik. En handgeschakeld. Ik weet ook niet of ze echt automaten hadden in die tijd van 86. Goh. Maar er staan hier een hoop mooie dingetjes. Ook een brommetje staat er nog. En een oude Mercedes. Aan klassiekers geen tekort hier. Ik ga denk ik even de Ferrari starten. Eerst natuurlijk op oliedruk brengen. Dat ding heeft al super lang niet gedraaid. Dus we gaan hem even eerst op oliedruk brengen met de immobilizer, zodat hij niet aangaat. En dan gaan we hem starten. Ik ben helemaal hyped. Ik ben benieuwd of hij het überhaupt gaat doen. Ik hoop het wel. Zou het wel. Hij heeft natuurlijk aan een druppellader gezeten. Ik heb dit ding gemist jongens. Je hoort de F1-pomp hoor je in ieder geval, dus dat is een goed teken. Dat is een teken van dat er stroom in zit. Dus kijk, ze hebben alles losgehad hier vanwege, sorry voor de belichting, vanwege de accu die er natuurlijk aan de lade zat, wat super nice is. Voordat ik eigenlijk de Ferrari ging starten, zag ik nog een Fiat hier staan jongens. Kijk dit eventjes. Het is echt een oldschooler. Kijk eens. Kijk die bankjes even dan. Dat is toch pas comfort hè. Comfort uit het jaar 0. Waarschijnlijk ook stoelkoeling automatisch, zoals je ziet. We gaan eerst natuurlijk oliedruk opbouwen en dan gaan we daarna starten. Daar gaan we. Het duurt meestal wel eventjes voordat hij op oliedruk komt. Daar gaan we. Zie je dat? Alright, we hebben oliedruk. Dus nu gaan we de immobilizer gebruiken. Dan gaat het alarm eraf. En dan gaan we hem nu officieel starten. Oh, ik heb het beestje gemist, jongen. Woe! Wat klinkt die lekker, jongens. Ongekend. We gaan hem naar buiten rijden. In de straten van Amsterdam, jullie kennen het wel. Ik ben eventjes gestopt om mijn dak dus dicht te doen, want ik voelde al druppeltjes. Dus we gaan het dak even dicht doen. Top, wat een fijne auto is het. Mensen zitten allemaal aan te kijken, wat sta je hier nou met zo'n ding? Vul er maar een beetje temperatuur in de auto. nog een klein stressmoment. Ik ben zelf weer een half uur verder. Mijn groene kaart, of mijn kentekenkaart moet ik zeggen. Mijn kentekenkaart zat in mijn zonnescherm. Die was er niet. Dus, maar hij is gelukkig terecht. Hij ligt hier niet in Amsterdam in het filiaal. Maar hij ligt in Uithoorn. Dus hij is in ieder geval terecht. Dus ik kan hem in ieder geval verkopen. De Ferrari aankomende dinsdag. Wat super nice is. Ze hebben aangeboden dat ze hem aangetekend willen versturen. Ja, ik kan het risico niet nemen dat die auto gewoon... of dat die kaart niet binnen is, want dan kan ik hem niet verkopen. Dus ja, ik ga de kentekenkaart niet ophalen. Dan heb ik hem zeker weten in huis. En ik ga ook even langs mijn grappies met Duel Design. Nou, daar zitten we dan op de snelweg. Ik was al helemaal vergeten hoe comfortabel dit ding ook weer reed. Ja, dit is een makkelijke daily driver. Ik wil even terugkomen op het feit van de veiling, hoe dat werkt. Wat zijn de pluspunten, wat zijn de minpunten. In ons geval ging het niet helemaal soepel. 2 enthousiaste mensen hadden bij ons de Ferrari aangenomen. We dachten ook, ja, dat zit helemaal goed. De auto weggebracht naar Filio in Amsterdam. Omdat ze zeiden dat daar binnenkort een auction ging beginnen, een veiling. Nou, dat binnenkort beginnen, dat duurde al 2 weken. Ja, toen eenmaal de auto op de veiling was, kwamen de biedingen binnen. Heel langzaam, 6000, 8000, 12.000 euro. Daar gaat natuurlijk de auto niet voor weg. Zo'n veiling duurt ongeveer 1 maand. En toen, zo, het regent echt hard. En na een maand waren de biedingen opgelopen tot 46.000 euro als ik het goed heb. En dat is natuurlijk ook nog eens een bedrag waar die auto niet voor weggaat. Je moet je bedenken dat we nu ongeveer al 6 weken in het proces zitten. Ze hadden ons verteld dat er een grote kans was dat ze de auto gingen verkopen, maar ja, zeker weten ze het natuurlijk nooit. Ja, dus die auto die was niet verkocht. Dus ze hebben zelf aangeboden dat ze eigenlijk, als ze een auto niet verkopen, dat zo'n auto meegaat in de tweede ronde. Een nieuwe ronde van de veiling, zeg maar, waar ze dan ook weer opnieuw gaan bieden. Dit heeft natuurlijk tussentijds ook nog eens een week geduurd, of 2 weken. En dus die nieuwe veiling was begonnen, biedingen liepen op. Ditmaal geen 46.000 euro, maar 52.000 euro. Nou, dat is ook nog eens een bedrag waar die natuurlijk niet voor weggaat, zo'n auto. Ja, nu waren we echt alweer, even kijken, hoeveel weken verder? 10, 11 weken verder. En die auto was nog steeds niet verkocht. En die auto hadden we ook niet in ons bezit. Mochten we niet weghalen, want zo'n veiling heeft bepaalde kijkdagen. Kunnen mensen langskomen om de auto te bezichtigen. En ja, zij regelen natuurlijk alles. Foto's, advertentiekosten, of foto's, adverteren. En natuurlijk de kijkdagen worden door hun geregeld. En ja, uiteindelijk heb je dan zelf helemaal geen moeite aan en vinden zij de koper voor je. In het begin, dat we die auto aan hadden geboden voor de veiling, was er gesproken over een netto bedrag. Een netto bedrag wat wij voor die auto wilden hebben. Aan zo'n veiling heb je altijd, hoe duurder de auto wordt, hoe minder procent je van het bedrag aan veilingkosten moest betalen. In ons geval, als die auto verkocht ging worden, moesten we 4% afdragen aan veilingkosten voor, ja, de veiling, dat zij die auto voor ons hebben verkocht, et cetera, et cetera. Dus we wilden graag weten welk netto bedrag we voor de auto terug wilden, zodat ze daar konden kijken of dat haalbaar was. Onze netto bedrag die wij voor de auto vroegen was mega haalbaar en ook echt niet hoog. Want we wilden gewoon snel van die Ferrari af, zodat we konden schakelen in nieuw content voor jullie. Voor ons is heel belangrijk dat we heel vaak content hebben, nieuw content, nieuwe auto's. En ons geld zit gewoon op dit moment vast in de Ferrari. Dus wij hadden ons prijs best wel laag ingezet, naar ons idee. Maar qua biedingen kwamen we nog lange na niet in de buurt van wat wij ons nettoprijs voor die auto wilden hebben. Toen die tweede veiling was afgelopen, hadden we een telefoongesprek met ja, de veiling in dit geval, want ik wil geen bedrijf zwart maken. En ja, dus er was 52 geboden, 52,5 was er geboden voor de Ferrari. Maar aan de telefoon hadden we een meneer aan de lijn, ook wel de eigenaar. Die zei tegen ons dat als wij akkoord gaan met 57,5 is die auto per direct verkocht. Wat we al heel bijzonder vonden, want qua veiling is dat er niet uitgekomen. Je moet bedenken dat iedere keer contact met het bedrijf, zouden we op een woensdag teruggebeld worden, werd niet. Gingen wij vrijdag weer bellen, kregen we weer moeizaam antwoord. En elke keer gingen er weken voorbij, weken voorbij. Zo heeft de auto dus 3 maanden bij veiling gestaan. En elke keer was het zo dat er weer een nieuwe partij kwam die had interesse in de auto, maar niet volgens de officiële wijze, niet volgens de officiële biedingen, maar gewoon achter de schermen. Er werd ons ook elke keer gevraagd van, kunnen we niet zakken met de nettoprijs zodat alsnog die auto verkocht ging worden? En je moet je bedenken dat zo'n veiling altijd nog een bedrag erboven krijgt dan dat wij werkelijk krijgen. Dus wat is het geval hier? Wij hadden onze nettoprijs omlaag geschroefd. Degene die geïnteresseerd was, vond dat nog te veel. Hadden we onze nettoprijs weer omlaag gegooid. En dit is al meer dan €10.000 wat we van die nettoprijs hadden gedaan. Hadden ze nog steeds niet, waren ze nog steeds niet overeengekomen over de prijs. En dit is dus niet een heel transparant systeem, want het probleem ligt hem dus in dat wij niet letterlijk de biedingen kunnen zien. Dus wij weten natuurlijk niet wat er nog boven onze nettoprijs is geboden. Het kan zo zijn dat er nog 4%, dus wat er nog boven onze nettoprijs geboden is, ook nog aan het veilinghuis gegeven kan worden. Dat weten we natuurlijk niet, want ja, je bent constant een nettoprijs aan het afspreken, dus je weet niet wat er dan met zo'n partij nog achter de schermen wordt besproken. Naast zo'n 4% veilingkosten natuurlijk. Misschien verbreden ze wel hun marge daarmee, verdienen ze wel meer aan het verkoop van een auto. En dat maakt het een beetje minder transparant voor ons als klant, dat we niet zien hoeveel er werkelijk achter de schermen wordt geboden, wat eigenlijk best wel jammer is. In ons geval was dus de tweede veiling afgelopen en kwam er hele tijd weer een nieuwe partij die eigenlijk geld ging bieden voor de auto, maar dat wisten we niet hoeveel. Er werd alleen maar over nettoprijs gesproken, wat wij dan uitgekeerd zouden krijgen als we akkoord daarmee zouden gaan. En ja, het is misschien wel in ons voordeel geweest dat ze niet onze nettoprijs overeen zijn gekomen, want anders hadden we de auto wel verkocht. Maar ja, het was gewoon het contact tussen het bedrijf en ons. We zouden elke keer teruggebeld worden en elke keer ging er weer een week overheen. En dat vonden we heel jammer, want voor ons zo'n auto content en wij hebben zelf ook de auto geadverteerd. En wij moesten ook elke keer de geïnteresseerden op afstand houden, want ja, wij kunnen natuurlijk niet zeggen wanneer we die auto weer terugkrijgen op zo'n veiling. En we wilden de auto een keer ophalen op een dinsdag. Nadat eigenlijk alles rond was, tenminste niet rond was, maar er was duidelijk dat er geen koper was. We wilden de auto ophalen en toen, nu zitten we al 3 maanden verder en we wilden al een paar keer de auto ophalen, maar het kon elke keer niet omdat er een nieuwe partij aanbood. En opnieuw was er weer een partij die zogenaamd geïnteresseerd was, die de auto wilde kopen. Dus de eigenaar heeft tegen ons gezegd, jongens, jullie kunnen de auto niet weghalen, want ik ben al bezig met een partij die wellicht de auto wil kopen. Voor de nettoprijs als dat wij hebben. Wij hadden toen ook gebeld en wat bleek nou? Dat eigenlijk achter de schermen was er dus een werknemer die vrij was die dag. En daardoor wilde de eigenaar niet die extra dag betalen voor die werknemer. En er was helemaal geen extra partij geïnteresseerd in de auto. Dus we voelden ons gewoon een beetje genaaid en ja, het is maar beter dat we die auto hebben weggehaald eigenlijk. Gevoelsmatig ook eigenlijk. Transparantie is gewoon het belangrijkste en het gaat over een hoop geld. En we voelden ons mega aan het lijntje gehouden doordat we elke keer niet die auto mee konden krijgen. En collega's die er niks vanaf weten onderling. Ja, het was gewoon een beetje amateuristisch. Nu kwam ik ook de auto ophalen. Mijn gereedschapssetje was er niet. De carcover was er niet. De groene kaart die ik in de auto had was ineens op een andere locatie. Ja, daar baal ik wel gewoon van. Terwijl de meneer die hier op filiaal in Amsterdam aanwezig is, zo'n lieve man is die eigenlijk helemaal nergens vanaf weet en gewoon super vriendelijk is. En die heeft zich wel 10 keer verontschuldigd voor het feit dat het fout is gegaan. En dat stel ik ook zeer op prijs. Maar goed, ik mag niet te veel klagen. We hebben de auto terug. En ja, ik rijd er weer in. Wat me weer natuurlijk een smaal op mijn gezicht geeft. De groene kaart is terecht. Die ga ik nu ophalen. En ja, ik ga nog even langs mijn vrienden van Duke Design kijken wat voor spannende auto's daar hebben. En ik heb ook nog niet geluncht. Maar goed. Het was in totaal een kilometertje of 40. En ja, dat is ook wel weer even lekker voor de auto. Oh, ik rij helemaal verkeerd. Ik rij helemaal verkeerd. Dus het is een kilometertje of 40 wat ik ongeveer nu moet rijden. Maar ja, dat is ook wel weer lekker als zo'n auto lang heeft stilgestaan. Gewoon rustig de snelweg, gewoon lekker toeren. Laten we gewoon positief zijn. Alles is goed gegaan, behalve de verkoop. Yes jongens, we zijn hier bij de grappies van Duke Design. En ja, ze zijn hier lekker aan het tinten, ramen tinten, chameleon tinten. Dat kennen jullie ook wel van ons kanaal, dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar ja, hier gaat het natuurlijk weer next level. De jongen die het hier doet, die doet het echt al ontzettend lang. Kijk eens. Paar jaartjes. Gewoon geen squeegee, maar gewoon vanuit de vingers. Ken je die? Nee, maar squeegee, dat is... Als je dit warm maakt en ik ga het plat drukken, dan krijg je van die streepje de folie. Ja. En dit is een 7-serie, dus... oh, ik dacht een 3-serie. Nee, een 7-serie. Ja, ja. Dit is een goedkope auto. Een goedkope auto, ja. Maar wat ze hier nog meer hebben staan, is een dikke Ferrari, jongens. Niet normaal. Ik mocht het kenteken niet op beeld zetten, dus dat ga ik ook even niet doen. Maar kijk eens hoe bruut het ding eruit ziet. Kijk eens. Wat een kleur, hè. Dan kom je met een Ferrari hier aan. Laat ik het zo zeggen, dan heb je gewoon een Ferrari. En dan ga je hem natuurlijk ook nog eens aanpassen. Hoe ziek is dat? Kijk eens. Staat gewoon aan een EV-lader. Want tegenwoordig zijn de Ferrari's natuurlijk zo'n FX90. Is gewoon ook nog eens EV. Hoe epic is dit, jongens? Ja, bij Duel Design ben je dus gewoon aan het juiste adres. Of je nou een 7-serie hebt of een kleinere auto. Maakt niet uit. Je bent hier gewoon het juiste adres. Kijk eens, ze zijn flink aan het verbouwen. Kleuren aan de muur. Super nice. Lekker koffie gehad. Daar zit ik dan weer in de Ferrari. Ik heb de auto verkocht. Zo snel kan het gaan. Aan de buurman van Duel Design. Die zag de auto. Hij heeft me een x bedrag genoemd. En hij zegt als ik het overweeg om dat te doen. Dan, ja, dan wil hij het hebben. En toen zei ik, moet ik even mijn broertje voor bellen. De Ferrari is gewoon verkocht. Hij heeft een aanbetaling gedaan. Maandag kom ik de auto terugbrengen. Hij heeft daarentegen wel wat puntjes gezien die beter moeten. En ja, een mooie vent mag erin rijden, dus dat is super nice. Ja, dus dit zijn de laatste ritjes. Dan nog maar even van genieten. Terug in de werkplaats en wie had dit nou ooit gedacht dat mijn dag zo zou eindigen. Ik wil de Ferrari ophalen omdat die eigenlijk gewoon niet verkocht is door de veiling. En dan met een negatieve lading natuurlijk, alles erop en eraan. Kom ik bij Duel Design en daar vind ik gewoon een koper voor de auto. Sterker nog, hij is gewoon aanbetaald en er moeten gewoon wat puntjes op de i nog gemaakt worden. Hij is ontzettend blij met die auto, dat is super belangrijk. Hij wil hem gewoon in zijn collectie erbij hebben, dus zo snel kan het gaan, hè? Dus soms heb je helemaal niemand. En soms heb je ineens iemand die hem wel wil kopen. Alhoewel, ik had wel een bezichtiging volgende week dinsdag. Dus hij zou waarschijnlijk wel verkocht worden een van deze dagen. Maar dat hij vandaag verkocht zou worden, had ik niet gedacht. In de volgende vlog ga ik jullie vertellen welke puntjes op de i dat zijn die nog gemaakt moeten worden aan de Ferrari. Ik ben helemaal positief geladen, want dit betekent voor ons dat we weer naar een volgende stap kunnen, naar een nieuw project. En daar kijk ik ontzettend naar uit. Ik denk jullie ook. Met heel veel informatie in deze aflevering sluit ik nu deze vlog af. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Bedenk dus wel 2 keer of je auto wegbrengt naar een veiling. Want zo kan het dus ook gewoon gaan. Ik zie jullie snel. Ciao.